De presidentiecommissie heeft na een inzet van 6 maanden een voorstel voor de president hoe het défilé voortaan moet worden ingericht. Binnen dit voorstel wordt er ook aangegeven hoe de viering van de onafhankelijkheid, welke gepaard gaat met een parade, moet worden georganiseerd. Stanley Dijksel, voorzittersrevidentiecommissie, haalt aan dat er tot nu toe geen wet en regelgeving bestaat hoe het défilé moet worden georganiseerd. Daarom was het elke keer weer anders. Wat wij dus nu gaan doen is een voorloper naar wat in wet en regelgeving goedgekeurd zal worden. En dat is een replica, zei ik al eerder, van wat vorig jaar is gebeurd, waarbij de inspectie van de troepen zal plaatsvinden op het kerkplein, waarna ze vanuit het kerkplein zullen defileren, paraderen naar het onafhankelijkheidsplein, alwaar het defileerpunt staat, waarbij de president het défilé met zijn gasten en met de bevelhebber en met de korpschef van het Korps Politie Suriname zal afnemen. Dijksel geeft ook aan dat het défilé teruggebracht moet worden naar de basis. De parade is een aangelegenheid van de strijdkrachten van Suriname. Echter is de parade uitgegroeid naar een grote activiteit. Echter zijn er geen aanduidingen in de wet hoe dat op de juiste manier moet geschieden. Maar ondanks het feit dat wij nu in een hele precaire situatie leven, waarbij er niet genoeg middelen zijn om dit uitbundig te vieren, zul je dit erbij moeten doen. Het is net zoals wanneer je elke morgen opstaat en je moet in het bad. Het hoort bij het onafhankelijk zijn, het hoort bij de viering van de staatkundige onafhankelijkheid. Dit is een ceremonie dat past en hoort bij de viering van staatkundige onafhankelijkheid. Dat gebeurt in elk land. En in de wet en regelgeving hebben we ook aangegeven waarom. Dat rapport gaan wij dinsdag aanstaande aan de president overhandigen. En dan kunnen wij daar echt uitgebreid op ingaan. Dijksel benadrukt dat het défilé eigenlijk een aangelegenheid is van het Nationaal Leger met ondersteuning van het Korps Politie Suriname. Dat is ook zo opgenomen in het voorstel dat morgen bij de president wordt ingediend. Dijksel geeft aan dat in het voorstel de andere korpsen ook de gelegenheid krijgen om te paraderen. Echter zal dat op hoogtijdagen kunnen, welke